Oorspronkelijk ben ik in Den Haag opgegroeid. Ik heb veel in het buitenland gewoond. Toen ben ik met vervroegd pensioen gegaan. En omdat we dit stuk grond hadden, wat 1,25 hectare is, wilden we er iets mee gaan doen. En toen ben ik gaan aanplanten, appelsperen en pruimen. Pruimen is geen makkelijk fruit. De opbrengst is heel wisselvallig. Het is vrij veel werk en je hebt nog wel eens wat ziektes in pruimen. Wij doen dus geïntegreerde gewasbescherming. En dat is deels met insecten werken, dus de nuttige insecten zoveel mogelijk beschermen. En alleen je richten op insecten die direct schadelijk zijn voor het fruit. Ik knijp er altijd even in om te kijken dat ze net iets meegeven. En ik let natuurlijk ook op de kleur. Ja, ze moeten dus wel blauw zijn, anders dan pluk je ze niet. De anaspeet is een wat stevige pruim met een vast vruchtvlees. Hij is wel sappig. Het is een late pruim. De opale en de Reine Victoria die zijn er in augustus, juli, augustus. Als dat allemaal voorbij is, in september, zo midden september, dan komt de anaspeet. Die duidelijk zich onderscheidt van anderen.